Mijn naam is Marnix de Kortenaar en ik ben de eigenaar van het bedrijfje Dr. Ten BV. En wat doet dat bedrijf? Wij zijn uitvinders en wij ontwikkelen nieuwe batterijen en nieuwe watersystemen van de toekomst. En ook wel nieuwe voeding, maar met name momenteel nieuwe batterijen. Ja, want je bent hier vandaag op de Accenture Awards drie categorieën genomineerd. Waarmee? Wij hebben een batterij ontwikkeld, de zeezoutbatterij. En die batterij die wordt gemaakt uit goedkope materialen en duurzame materialen. En er is in Nederland een groot probleem aan het ontstaan doordat we met z'n allen zoveel windmolens en zonnepanelen aanschaffen. En ook nog allemaal elektrische auto willen. Dus dat net, dat kan het vroeg of laat niet meer aan. En wij verwachten dat er dan batterijen nodig zijn. En die batterijen die ontwikkelen wij en die proberen we nu in productie te krijgen. En met die batterij hebben we dus een prijsnominatie gekregen. Ja, er zijn veel batterijen. Wat maakt die batterij van jullie uniek? Er zijn niet zo heel veel batterijen. Oké. Ik heb het gevoel dat er heel veel ontwikkeld wordt rondom batterijen. Maar dat is niet zo eigenlijk. Nee, dat is niet zo eigenlijk. Als je kijkt, als u gewoon om u heen kijkt, dan ziet u waarschijnlijk ergens in een auto een accu zitten. Die is waarschijnlijk uit lood. De loodzuuraccu. En als je in de laptop of in de elektrische auto gaat kijken, komt een lithiumbatterij tegen. Dus je komt eigenlijk maar twee type accu's tegen. Ja. En wij kwamen op de gedachte om eens te kijken of er niet een compleet nieuwe accu ontwikkeld kan worden. En daar hebben we dus jaren onderzoek naar gedaan. En ja, we hebben subsidie ook gekregen van het ministerie van Economische Zaken om daar mee te werken en daar aan te werken. En ja, inmiddels zijn de prototypes en moeten we naar productie toe. En dit is een dag waar het over innovaties gaat. Hè? Als je uitvinder bent, ja, dan ben je bezig met innovaties. Hè? Want dan ben je nieuwe dingen aan het, aan het bedenken. Als ik aan jou vraag, wat is innovatie voor jou? Wat zeg je dan? Innovatie, dat is een goede vraag. Innovatie is sowieso natuurlijk een out-of-the-box benadering gaan. Maar die ook blijven wandelen. En net zo lang doorgaan tot je je eigen rare gedachten waar ziet worden. En om dat goed te doen, denk ik dat je altijd eerst ook terug moet reizen in de tijd. Om te kijken of er al andere, wat gezegd, gekken waren die die gedachten hadden. Als dat zo is, moet je dat meenemen. Als het er niet is, moet je het niet meenemen. En dan moet je gewoon door blijven schaatsen, wat gezegd, net zo lang tot je die innovatie bij de kop hebt. Dus dat doorzetten, je eigen richting volgen, dat is heel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Blijven geloven. Je gaat in geloof. En soms is je ratio ver te zoeken, soms is je emotie ver te zoeken. Maar blijven gaan in geloof. Huppakee. Ja, en maar dat is mooi, maar ik neem aan dat niet elk ding wat jullie bedenken zal lukken of zal een succes worden. Hoeveel moeite kost het jou? Of is dat ook je natuur? Nou, ik heb wel een hele, in ieder geval tot op heden, altijd een hele creatieve geest gehad. En soms was ik ook wel een klein beetje bijna slachtoffer van mijn eigen creativiteit. Dus het is inmiddels, heb ik gemerkt, een kracht, maar ook wel een zwakte als je niet oppast. Wat was de vraag ook weer? Je zei eerst van, okay, je moet dat gekke idee van je, ja, moet je blijven volgen, et cetera. Ik zeg, nou, jullie volgen veel ideeën, ze zullen niet allemaal lukken. Nee. Hoe moeilijk is het om daarbij te blijven? Nou, het begint ook vaak met een observatie die je doet. Dus je ziet iets, een probleem in de maatschappij, of je ziet iets, je denkt, hé, waarom gebeurt dit of waarom gebeurt dat? Dus het begint vaak met ook helder krijgen voor jezelf het eerst maar eens wat je eigen probleem nou eigenlijk is. Voordat je de oplossing nagaat. En dat is hoe ik het benader. En ik zie eigenlijk wel dat, wij zeggen altijd, wij zeggen eigenlijk letterlijk, wil ik God in al uw wegen. Maar op het moment dat jij gedachten hebt, dan krijg je die niet voor niks. En op het moment dat je die bij de kop pakt en daar echt mee door blijft gaan, komt er altijd iets moois uit. Ja. Hey, en dat gezegd hebbende, maar dit is jouw eigen verhaal. Je werkt in een bedrijf. Hoe zorg je ervoor dat een bedrijf innovatief is? Door vooral erop te letten dat mensen zichzelf kunnen zijn. Echt zichzelf. En dan kun je zeggen, ja, maar dan leveren ze geen poen op. Dat is ten dele waar. Als mensen echt zijn, echt, dan komt er altijd iets uit. Dus wij kijken heel erg naar echtheid.
plat gezegd, puurheid en zuiverheid. Een artiest die niet echt is, die wordt altijd door het publiek ontmaskerd. Maar iemand die echt is, die echt zichzelf kan zijn en durft te zijn in een bedrijf, ook als dat een keer een rare opmerking of een fout of een stommiteit of een vergissing is, die komt tot waarde. En dat is waar wij heel erg op letten in het bedrijfje. Ja, ja. Echt zijn. Echt zijn. En doe je dat in een kom je daar achter in een sollicitatiegesprek? Ja, dat is een goeie. Wij zijn niet zo'n heel groot bedrijf, dus we hebben niet zo heel veel sollicitatiegesprekken. Maar het is ook vaak een beetje een samenloop van factoren hoe wij momenteel groeien. Van het een komt het ander en van toevalligheid komt toevalligheid. En vanzelf heb je ineens een bedrijfje. Ja. Is toevalligheid belangrijk? Ja, wij zeggen ook al, toeval valt je toe. Dus ook daar, feitelijk, als ik het iets rationeler zeg, zeggen wij altijd, een mens heeft 3 intelligenties. Een mens kan denken, voelen en geloven. En op het moment dat jij in je werk en in je productontwikkeling al die 3 intelligenties in gaat zetten, dan komt daar iets moois uit. Je ziet in heel veel bedrijven dat je wel mag denken, maar eigenlijk al niet meer voelen en zeker niet geloven. Want ja, geloof dat hou je maar voor jezelf en dat hou je voor je privésfeer. Maar op het moment dat je ergens echt vast en vurig in gelooft, dan denk ik dat dat altijd waar wordt als je het maar blijft geloven. Ja. Willen jullie de wereld beter maken? Ik denk dat wij mensheid allemaal wel diep van binnen de wereld beter willen maken. Maar wij doen daar in die zin ook een poging, ja. Ja. Dus je bent een business en je wilt scheppen, want daarvoor ben je uitvinder. Je wilt dingen maken, dingen realiseren. Maar er zit ook wel een idealistisch element in. Ja, wij zijn wel een club met in die zin wel idealisten. Kijk, zolang als er in de wereld nog steeds 1 miljard mensen kampen met drinkwater. En er nog steeds Afrikanen zijn die 's avonds in donker zitten. Of misschien inmiddels zijn er in Nederland ook heel veel problemen. Dan ben je hier op deze aardkloot toch wel een beetje neergezet om ook om te kijken naar je naaste. En in die zin zeggen we toch wel van ja, als we nou het helft van de naaste zoeken, dan komt er waarschijnlijk vanzelf een uitvinding. En dat gebeurt ook altijd. Ja. Hoe word je uitvinder? Ja, dat is een goeie. Ik denk, ik twijfel of nou iedereen in Nederland uitvinder moet gaan worden, maar ik denk wel dat als je van nature een creatieve geest hebt en je merkt dat je afgefakkeld wordt in je omgeving, plat gezegd, als de uitvinders worden vaak geslacht of die hebben vaak weerstand, dat zijn vaak de mensen die al in de toekomst kijken of vaak al vooruit zijn op hun omgeving. Op het moment dat je dat signaleert bij jezelf, dan is er een significante kans aanwezig, denk ik, dat je het profiel hebt om als uitvinder door het leven te gaan. Daarnaast moet je toch ook gewoon een school en een partij huiswerk doen om überhaupt te kunnen begrijpen wat er al gebeurt in de wereld. Ja. Dus het is denk ik een combinatie van maar gewoon netjes je huiswerk doen en is goed bij jezelf te raden gaan of jij die creatieve, vooruitstrevende houding hebt in je leven. En opeens misschien wat meer een sociaal dier of gewoon een rappe prater en daarmee verkoper. Ik denk dat een deel van de mensen heeft dat. En als je dat hebt, dan zou ik zeggen, dan moet je er vooral voor gaan. Ja. Hey, de vraag is vaak, als het over innovatie gaat, heel veel innovaties komen van kleine bedrijven, van start-ups, van kleine clubs. Die grote bedrijven willen daar ook wat mee. Is echte innovatie iets van kleine bedrijven? Ik heb in een grote bedrijf gewerkt, ik heb in overheidsinstellingen gewerkt en ik heb nu in een klein bedrijf gewerkt. En ik moet wel zeggen dat innovaties komen het snelste uit het MKB, uit kleine bedrijven. Maar dat is met name omdat je in het MKB echt moet zijn en kan zijn. Ook als solist of gek of wat dan ook. Terwijl je in een groot bedrijf veel vaker opgaat in de commune en veel meer sociaal moet acteren. Bij de overheid, daar zitten natuurlijk heel veel onderzoeksinstellingen. Daar wordt heel veel goed werk gedaan. Maar de meeste universiteiten streven naar publicaties in Nature of in Science. Maar die hebben niet primair het doel van, ik moet de uitvinding voor mijn buurman gaan ontwikkelen. Mm-hmm. Dus dat is toch nog vaak net even een andere doelstelling. Dus wij zien wel van dat het het snelste en het makkelijkste gaat, ondanks dat je beperkte gelden hebt vanuit MKB.
Maar ik denk dat uitvinders overal kunnen acteren, mits zij geaccepteerd worden door hun omgeving. Ja, want dat lijkt me een belangrijk ding, hè? Want jij gaat van het begin al een beetje aan met jouw definitie. Een gek idee moet je kunnen hebben, je moet out of the box kunnen denken. Daar heb je ruimte voor nodig. Ja, je hebt een stuk ruimte nodig, ja. En ik heb in grote bedrijven ook gezien dat ik die ruimte niet altijd kreeg. Ja, en dan raak je dus ergens in de stress en je omgeving raakt ook in de stress. En ergens voelen mensen dan wel van ja, hier is wel iets, maar uiteindelijk ja, verzandt het dan. En bij uitvindingen horen ook vaak toch een klein beetje lange termijn politiek. Terwijl het internet steeds sneller gaat, de communicatie gaat steeds sneller, de grillen en de grollen van de wereld gaan steeds sneller. Maar een uitvinder heeft ruimte, tijd en rust nodig om te kunnen gedijen. Dus vaak is die tijd in heel veel grote bedrijven niet. Om de paar jaar nieuw management, in de politiek, op de universiteiten, ook niet altijd. En je hebt toch gewoon in die zin die rust en die ruimte en die echtheid nodig. Wil je, ja, je kunt toewijden tot het neerzetten van uitvinding. Ja. Wanneer ben jij gelukkig? In je werk? Ik zie dat ik met twee dingen altijd wel goed op mijn plek ben. Dat is gewoon lekker ontwikkelen. Radiootje aan en pad gezegd lekker aanklooien in het lab. En af en toe spreken. Af en toe eens een keer een lezing houden hier of daar. Dat is weer tegenstrijdig, maar oeverloos vergaderen en oeverloos in stukken en in business, sales, investment situaties komen, dat vind ik wat vermoeiend. En oeverloos in bestuurlijke situaties komen vind ik ook vermoeiend. Mm-hmm. Dus in die zin probeer ik ook wat meer bij mijn eigen persoon en talenten te blijven. Dan zeg ik eigenlijk altijd uitvinden of spreken. Maar dan incidenteel spreken en daarnaast gewoon lekker ontwikkelen. Ja. Hey, als ik jou vraag, waarom verdienen jullie een innovatieprijs met je product? Wat is, vind jij er de grote kracht aan? Wij verwachten dat ongeveer in 2017 een massaal probleem gaat ontstaan op het gebied van energieopslag. En waarom? Omdat de opwekking steeds grilliger is. We hebben steeds meer zonnepanelen en windmolens. We willen ook steeds meer elektrische auto's. Dus het Nederlandse net kan dat eigenlijk niet aan. En als je nou kijkt van ja, wat is daar nou voor oplossing voor? Dan zeg je ja, dan moet je vermoedelijk naar iets van een batterij of iets wat daarop lijkt. En al die systemen zijn duur. Complex of toxisch, giftig, moeilijk recyclebaar, niet lang houdbaar. En wij hebben dus heel veel energie ingestopt om te kijken van hoe kunnen wij nou tot een, plat gezegd, een goedkope huistuin- en keukenbatterij komen die lang meegaat, schoon is, recyclebaar is, die ook geproduceerd kan worden en die uiteindelijk geïmplementeerd kan gaan worden. Ja. En wij denken dat we op de goede weg zijn. En wat, zeg maar, de batterij zelf, hè? Wat is er aan die batterijen? Je hebt aan het begin al eventjes gezegd, hè? Je tot nu toe hebt aan die twee soorten batterijen. En hoe karakteriseer jij jullie batterij? Nou, de belangrijkste component is zeezout en daarom de zeezoutbatterij genoemd. Het feit dat je dus met natuurlijk zeezout als belangrijkste materiaal iets leuks kan doen, dat vinden wij zelf, vonden we dat innovatief. En ik denk dat daarmee toch wat de grootste technische boodschap gegeven is. En dan krijg je het productietechnische verhaal, het implementatieverhaal. En daar zien we dat eigenlijk ook gebeuren straks. Nu al in Afrika en India, daar is plat gezegd, nu al een noodzaak voor dit soort batterijen. Hier zien we met z'n allen nu alleen nog maar de nut. En wij verwachten dat na 2017 dat ook hier een noodzaak gaat komen. Dus we moeten flink doorpakken en we hopen dat we dan de productie in volle ornaat draaiende krijgen. Is Nederland een innovatief land? Nee, Nederland is een kennisland. Ik vind Nederland juist niet innovatief. Nederland is wel een land wat dol is op het hebben van heel veel kennis. En we willen alles begrijpen en alles analyseren. En we willen ook allemaal wel een klein beetje het beste jongetje van de klas zijn. Maar we zijn niet, we zijn plat gezegd wel een wetenschappelijk land, maar geen wetenschappelijk land. En er is een verschil tussen de wetenschapper en de wetenschapper. De wetenschapper creëert leuke, gekke, nieuwe dingen. Nederland begrijpt ze, doorgrondt ze, verklaart ze, maar is niet kampioen op dit moment, vind ik, in het creëren van nieuwe producten.
Wat moet er gebeuren om dat wel te worden? Ik denk zelf rationeel gezien meer, meer vanuit het vanuit MKB-ondernemerschap innovatie gaan acteren. De meer vrije techneuten die eerst wel gewoon een goede opleiding krijgen en dan gewoon vrij in diepe gegooid worden van, nou ja, probeer het dan maar eens. Want nood maakt ook vaak een deugd. En ik zie ook dat wij kunnen leren. Wij kunnen bijvoorbeeld leren van Silicon Valley. Wij kunnen leren van Israël, waar ik vaak geweest ben. Een hele snelle hands-on high-tech zit. En goed kijken dus naar dat soort snelle innovatielanden. Want vaak zijn innovaties daar zo die, ik zal maar zeggen, bij de Microsoften en bij de grote wereldwijde bedrijven tot indaling leiden. En Nederlandse innovaties vind je toch wat minder op dat internationale speelveld. Ik dank je wel en veel succes vandaag. Ja.